Hey jongens, ik heb iets very important uh, te vertellen over deze World Cup serie. En het is niet bepaald het leukste. Maar eerst nog heel even iets anders. Ik heb mijn haar gedaan vandaag. zomerkoekje. Ik heb mijn zwembroekje gekocht. Ik ben helemaal klaar voor de zomer. Laat het maar komen. Zaterdag normaal gezien rond de 30 graden. Super vet. En zoals jullie hebben gezien heb ik mijn pak geopend. Angelo, de Duitse trainer, hebben we gekregen. Uh, super nice, maar we gebruiken Wilmots, of course. Maar wat dat er nu niet zo leuk is aan deze aflevering. Want je ziet dat hij ook redelijk kort is. Things fucked up very hard. Uh, mijn connectie. Ik kon de maandag zeker. Nee, we zijn vandaag pas dinsdag. Ik kon zondag een hele dag niet aanmelden. Op FIFA World Cup. Ik weet niet wat er was. En dan. Mijn internet was, er was iets met mijn internet, maar volgens mij ook met FIFA zelf. I don't know. En het was nu maandag, en ik dacht van oké, okay, we kunnen spelen, we kunnen spelen, super, we zoeken een tegenstander, en ja, mijn team ziet er rock solid uit, de beoordeling van 80, team is 95, Verdeling was nog niet volledig optimaal, maar ja, ik had echt een goed gevoel, Ik we komen op tegen iemand van Rusland. Verbinding is goed. En nu gaan we zien. Naar zijn dingen. Body en 77. Teamgeest was maar 64. En ik was hem echt aan het dominaten deze wedstrijd. Ik was echt heel goed bezig. Maar dan sloeg het noodlot toe. En misschien moet ik doorspoelen totaal. Of moet ik het een beetje laten zien? I have no clue. Wacht. Ik ga doorspoelen. Oké. Okay. Dus we zitten in de 31ste minuut. Ik was echt aan het beesten. Ik denk dat alle kansen bijna alleen nog maar voor mij waren geweest. Het was wel nog 0-0. En hier, balletje voor mij. En hier gebeurt het, hè. Alles begon ineens traag te gaan. Je ziet alles bleef haperen. En je dacht van, oh shit, als dit nog maar goed komt. Dan dacht ik, hier straks komt er een momentje van, alles terug gaat, Kijk, hup. Oh, en dan. Oh, fuck crap. Hier liep het vast, en ik dacht echt zo van shit: dit mag niet mijn connectie zijn, dit mag niet mijn connectie zijn, want er is geen second chance meer om aan mijn wedstrijd te voltooien. En dan dacht ik: als het zijn verbinding zou zijn geweest, heb ik mega veel luck, maar ik had er echt een slecht gevoel in, en het bleef maar duren. Kijk, het bleef maar laden en laden, en ik, oh, ik was echt gek. Kijk. En er is een fout getreden met het verbinding maken van FIFA. Dus ik dacht van: fuck, het ligt toch niet aan FIFA zelf, hè? Want doordat die al die problemen hadden de zondag. Kijk, want er staan altijd op dat ik online ben. Dus ik echt zo van: damn, damn, damn. Blijf proberen. Maar het lukte niet om in te loggen. En op een bepaald moment was gewoon mijn connectie uitgevallen. En ik had zoiets van: nee, nee. En ik had gewoon totaal geen internet niet meer. En ik was zo pest. En ja liet ik het gewoon doen, want ik had geen internet. Ik kon niet kijken of ik de wedstrijd nu had gewonnen. niet had gewonnen of ik nu opnieuw mocht spelen. En ja, ik sloot gewoon af. Ik pakte mijn fiets. Ik was nu een, een half gaan trainen. En dan kwam ik terug online. Ik zag dat ik had verloren. Dus nu moet ik opnieuw beginnen aan de World Cup. En ja, ik heb daarna gewoon al mijn coins in packs gestoken voor de World Cup. En ik ga gewoon nog één keer doen. Waarschijnlijk niet als serie op mijn channel. Misschien zo. Wat, pff, wat is er wat gebeurd? Maar ik ga dat livestreamen en de livestream begint normaal vandaag. Dus dit was echt sad, want ik had echt een goed gevoel over mijn World Cup. Maar ja.